Zaterdag 7 juli 2008, een fantastische dag, niet alleen voor Cabau, maar voor de hele omstreek, want vandaag is het werelds Cabau. Niet alleen is er een fantastisch airport gemaakt, maar honderden vrijwilligers hebben vanavond hun best gedaan om hier wat fantastisch neer te zetten en dat is het echt geworden. Ik was net op het terrein alvast, het ziet er allemaal fantastisch uit. Groepen mensen, buurten, verenigingen, allemaal hebben ze een land toegewezen gekregen. En daar hebben ze allemaal wat creatiefs mee gedaan. En het ziet er allemaal top uit. We gaan een kijkje binnen nemen. Kom. Ho, even terug naar de dag van vrijdag. Toen het terrein nog leeg was en al die voorbereidingen nog bezig waren. Honderden vrijwilligers waren bezig met het opzetten van de tenten. Het inrichten van het terrein. Alles picobel in orde maken voor de grote dag 7 juli. En dat ziet er dan zo uit. Opzetten van de bar, lege tent nog, al die honderden flessen die daar mooi op de bar zijn neergezet. Om binnen te komen moet je überhaupt al eerst langs de check, je komt langs de security. Dan moet je daar al je koffers laten zien, je paspoort, je kan gefouilleerd worden, alles kan hier. Dus niet iedereen komt hier zomaar binnen. Je moet echt bewijzen dat je hier naar binnen mag. Controle is geweest, als je binnenkomt kom je in deze fantastische mooie vertrekhal. Hier staan de vertrektijden, wat eigenlijk het programma van de dag is. Dus iedereen die binnenkomt weet precies waar hij moet zijn, wat hij moet doen en waar hij heen kan. We staan nu midden in het Wilde Westen, aanbeland. Je ziet het, de line dancers zijn hier top bezig. Publiek massaal toegestroomd. En het is hier één grote party eigenlijk. Kijk de dames en heren hier staan. Het is fantastisch. We zijn nu in Duitsland. Het was een hele tour met een vliegtuig, maar het is gelukt. Schitterende tent. Het lijkt een beetje op het Oktoberfest. Hier kan iedereen gewoon lekker aan de pullen. Het is één groot feest, je hoort de muziek. Niks meer aan doen. We gaan even naar Australië. Daar gaan we even de tent in, dat is leuk. Oké, van Duitsland naar Australië of waar we dan ook vandaan komen. We gaan even naar binnen hier. Want als je hier naar binnen loopt, dan kom je gelijk in een soort van kwallenfestijn. Het is ja, hoe ze allemaal voor elkaar krijgen, al die mensen. Het is schitterend gemaakt. Ik ben een soort in een sprookje beland. Haha. Pas wel op voor die kwallen alleen. Nou, ziet er leuk uit. We lopen door. Door een koraalrif van Australië. Moet je kijken. Schitterend gemaakt allemaal. Allemaal door heel veel kinderen gedaan hier. Dat weet ik toevallig. En hier sta je midden in de bellenblazers. Ah. Dat is lekker hoor. Heerlijk gevoel. Kom, we gaan verder. De tijd in België is ook fantastisch. Moet je kijken wat ze in elkaar geflanst hebben. Oh, en daar komt manneke pis naar beneden. Schitterend. De toekomstig wereldkampioen hebben we het hier over. Mooie kerk. Als de uitgeplast zijn gaan we heel even binnenkijken. Want het draait een fantastische film. Kom. Je moet een beetje zachtjes aan doen natuurlijk. We gaan helemaal naar beneden. Dat die jongen van de nippers. Het is in ieder geval druk hier. Dat dingetje er een toetje.
pak de film maar even, man. Dat is helemaal niet stand! Dat is hetzelfde. We staan nu bij Mills Airways, dat is weer een heel andere vliegtuigmaatschappij. En moet je kijken naar die rij, het is nu bijna 7 uur, de avond is nog lang niet afgelopen. Maar de rij staat nu al bijna tot aan België, moet je kijken. We zijn nu in Mills Airways. Je ziet het, volle bak. In een oude schoolbus. En de show is about to go. Ik ben weer op vakantie. Lekker lekker in de zon. Hoor wat ik daar op het strand zie. Oké, mijn favoriete cameraman en geluidsman die mochten hier net niet naar binnen. Maar we hebben nu een microfoon en een camera en wij gaan nu gewoon binnenkomen. Kom maar, let op. Temptation Wildland weigerde tot nu toe de jeugd. Maar daar komt nu verandering in, want de jongens die gaan gewoon mee naar binnen. Die moeten gewoon mee naar binnen. En dan gaan we even een kleine massage halen. Lijkt me lekker. Even een soort van massage met z'n tweeën. Let op. Ah, jongens. We zijn nu in Temptation Wildland. En dat is echt relaxed, jongen. Niet alleen kun je hier heerlijke cocktails halen, maar je wordt hier gewoon ook gewoon heerlijk gemasseerd. En jullie presentator, Joris Linssen, die gaat heel eventjes even plat. Die Joris, ja. Die wil niet met ons mee. Oké, laten we gaan. Wow! We're going to Ibiza. Wow! Back to the island. Wow! We're gonna have a party. Ah, dit ziet er top uit, jongens. We komen nu binnen op het strand van Ibiza. Het is hier niet alleen gezellig, het is ook nog eens een keer druk. Er wordt bier getapt. Kijk eens jongens, dit is hem hoor. Ibiza Island is goed gelukt, kunnen we wel zeggen. Het hoogtepunt van de bouwwereldse dagen is natuurlijk de helikopter. Ik heb besloten dat ik toch wel maar even een klein ritje ga maken. Kom maar. Ja, we zijn nu de lucht in. Kijk, terrein. Piratenschip, piraten alom hier.
We gaan even een kijkje op het schip nemen, want ik ben heel benieuwd wat we daar aantreffen. In ieder geval gaat er zo meteen gezongen worden door het zeemanskoor. We staan nu op het piratenschip, de Annemarie. Je ziet het, hier gaat het zo meteen gebeuren. Hier komen alle piraten zo meteen bijeen. Kabouze Witteringenkoor. Ik heb hier één piraat erbij, dat is misschien wel even leuk. De Annemarie. Ja, de Annemarie. Waar staat dat voor? Waar staat dat voor? De Annemarie die is ontstaan door vier dirigenten. Dus de D van David. En de Annemarie, dat is Annemiek. En Marco, dat is ook van Marco van Kats. En Rie, dat is de Rie van Riet Klomp, de originele oprichter waar het mee begonnen is voor het piratenlied, piratenkoor, zeg maar. Ja, die naam hoef je nooit meer te veranderen. Nee, dat is perfect. Ja. De Annemarie. De Annemarie. We staan een klein stukje buiten de Ierse tent nu, waar in de Guinness Bar Jan Hoogendoren zijn folkliedjes aan het zingen is. Zeer sfeervolle creatie ook weer, en zeer mooi ingebeeld. En daar, beste mensen, zijn we aanbeland in Japan. En die hadden een hele creatieve manier om je van alles te laten doen. Origami. Sudoku. Een onvervalst potje sumo worstelen. En natuurlijk onvermijdelijk karaoke. Zingen maar, dames. Japan weer terug naar de Britse eilanden. Schotland ook aanwezig uiteraard. Met een mooi parcours en een mooie Highland Games hadden ze daar. Schapenrennen. Hamertje tik, tenminste. Als je hem raakt. Juist, zo doe je dat. 1, 2, 3, go! Ai, dat is zuur. Ai, dat is zuur. En hier mag natuurlijk ook niet ontbreken op een vliegveld. Tax-free shopping met koffie, thee en schitterende attributen. Je kon daar van alles krijgen. Zelfgemaakt? Ja, zeker ook zelfgemaakt. Etenswaren, boekjes, folders. Het sprookjesachtige land, het land van ooit, neemt ons mee terug in de tijd met oud-Hollandse spelletjes en prachtig aangeklede dames. En de vragen des levens kwamen ook langs op deze dag. Wijze lessen daar in het land van ooit. Het open podium. Daar gebeurt vandaag een heleboel. De dames van Unic uit Schoonover bijvoorbeeld. Give it to me, baby. Nice and slow. You ain't never heard it sound like this. This before. This before. I touch the right spot at the right time. Lights on, I'm right so she like it from behind. So seductive, you should see the way she whine. My hips are so warm, she flow from the grass. Take me to the candy shop. En hier, in Mexicaanse sferen, Simply Joy. Mij wel. Ik ga
Het is nogal heet. We zijn aanbeland in de hitte van India. Je ziet het. Hele rij mensen hier. Maar wij lopen er gewoon langs heen en we gaan even binnenkijken. Kom. We mogen er vast wel even langs. Ja, we zitten nu midden in India. Op een soort van bewegend vliegend tapijt. Te kijken naar een prachtig filmpje. Beweegt echt goed hier. Superleuk gedaan. Ook op het open podium, onze eigen Kabouterkerk hoor. En hey, die zit daar vooraan. Kon ook niet ontbreken natuurlijk in het katholieke kabouw. De paus. De paus is inmiddels ook gearriveerd. Die wordt nu vanaf het terrein waar het popcorn staat in de wagen geladen. Die gaat rond met zijn zegen over het hele terrein hier. Is iedereen happy. Avond geworden. De tent gaat langzaamaan op zijn kop. Iedereen is in afwachting van het feest, maar eerst natuurlijk in afwachting van de prijsuitreiking. Waarbij deze drie stewardessen, Yvonne de Keizer, Bianca van Oorschot en Irma Overbeek, met z'n drie hebben bepaald wat het mooiste land was. Ja, het is een land dat in ieder geval op alle vlakken een uitmuntend kreeg. Ze hadden veel concurrentie, dus het was echt super moeilijk. Het was voor ons heel moeilijk, maar toch waren ze voor ons nummer 1 op originaliteit, creativiteit, beleving en enthousiasme en team spirit. Dus Coraline, aan jou de eer. Jij mag de envelop overmaken. Oké. En Irma, achter jou staat een fantastisch bokaal. Die hebben we laten maken. Dus ja, applausje voor de bokaal. Die wil iedereen eigenlijk wel winnen. Maar er kan er maar één zijn. En jij bent er voor? Het mooiste land van Werelds Kabouw 2018 is geworden... India! Gefeliciteerd! En kom naar voren, kom naar voren. En ze zijn heel blij. Jullie krijgen 3 zoenen van... van de jury. Ja, oh ja. Hey, Rick staat vooraan. Gefeliciteerd hoor. Super mooi gedaan. En daar zijn ze allemaal hoor. Wat verdorie. Foto. Omhoog die prijs. En in heel veel tuinen, volgens mij hebben we meer dan 150 borden of aanduidingen geteld. En daar hebben we ook een prijs voor. Ik weet niet of Ronald, kijk, er is nog zo eentje, maar dan in het klein. En die willen we ook gelijk uitreiken. Dus als India een beetje aan de kant kan. Want
zeggen we dat jij het mooiste bord had. Super gefeliciteerd, Bas. Onze cameraman van vanavond. Superleuk. En iedereen bedankt die ook een bord geplaatst heeft. En uiteraard alle andere landen, de souvenirshop. Gefeliciteerd India, gefeliciteerd Bas, maar vooral gefeliciteerd en super bedankt aan al die 300 vrijwilligers die deze dag heel bijzonder hebben gemaakt. Duizenden mensen hebben ervan genoten en na zo'n lange dag is het toch echt tijd om met z'n allen de tent in te gaan en feesten! Bijna alles ging goed vandaag, behalve de opening. Het was de bedoeling dat de burgemeester dit vliegtuig zou loslaten aan het begin van de dag om 3:00. Dat is helaas niet gelukt, maar het is wel een heerlijk plekje om heel even uit te rusten. In de schaduw en dan ook nog zo lekker. Dus Joris gaat eventjes wederom plat.